basisschool De Appelhof in Druten kwam donderdagochtend gedeputeerde Peter Kirris van de provincie Gelderland op bezoek. De gedeputeerde liet zich informeren over hoe de school zich inzet om kinderen te laten leren te programmeren met een microbit. Hiermee kunnen kinderen op een laagdrempelige manier kennis maken met programmeren en daarmee hun digitale geletterdheid vergroten. Kirris vindt het belangrijk dat kinderen op een jonge leeftijd al in aanraking komen met programmeren. In de toekomst zul je zien dat elk werk, elke baan wel te maken heeft met iets van digitale vaardigheden. Of dat nou programmeren is of anderzijds omgaan met techniek, met digitale techniek. Daarom is het zo belangrijk dat er al vroeg in de klas, vroeg op de basisschool, wordt begonnen met dat onderdeel. Ik vind het heel belangrijk dat ook andere scholen aan dit project gaan meedoen. Je ziet dat deze school echt een pionier is, echt een voorloper is. Maar zoals ik al zei, in de toekomst zal het merendeel van het werk met digitale vaardigheden in aanraking komen. Dus programmeren is echt een belangrijke vaardigheid om te ontwikkelen, ook op jonge leeftijd. En ik hoop graag dat meer scholen mee gaan doen. Op de basisschool leren kinderen programmeren met een microbit. Een klein computertje waar je bijvoorbeeld spelletjes op kan spelen. Je kan bijvoorbeeld een stopwatch hierop maken of kompas. Je kan er heel veel verschillen. Eigenlijk kan je er wel alles in doen wat je wilt, zeg maar. Ja, ik vind het leuk dat we er een les in krijgen en dat is ook wel goed eigenlijk. Ik doe vooral ook heel goed opletten, want ik kan natuurlijk ook weten hoe het werkt, zeg maar. Ik heb zelf vroeger toen ik klein was geprogrammeerd met Basic, maar dat is echt heel lang geleden. Ik heb sindsdien nog wel een aantal pogingen gedaan, maar ik heb gemerkt dat mijn talent daar niet lag. Nou, het is wel ingewikkeld om te doen, maar uiteindelijk kom je er wel weer. Ik zou best wel wat van deze leerlingen kunnen leren, absoluut. Ik wil later misschien ook iets gaan doen met spelletjes programmeren. Ja, weet ik niet, bijvoorbeeld zo'n robot programmeren of zo, dat lijkt me leuk.